Ik ben blij dat jullie allemaal gekomen zijn. Ik zie leden van GroenLinks, ik zie leden van de VVD, van D66. We zijn een heel pluriform gezelschap. En het doet me veel genoegen om Philip van Parijs uit te nodigen om zijn verhaal te vertellen. Philip, graag aan jou het woord. Goedemiddag en dank u voor de uitnodiging. Het is altijd een beetje bijzonder om hier in Nederland over basisinkomen te komen spreken. Waarom? Omdat Nederland één van de voornaamste geboortelanden is van het hedendaagse debat over basisinkomen. Maar ook, en daar kon er tot een paar weken geleden wat twijfel over zijn, ook omdat Nederland het geboorteland is van de uitdrukking die nu wereldwijd gebruikt wordt om dat ding, het onvoorwaardelijk basisinkomen, te benoemen, basic income, basisinkomen. Ik zeg, tot een paar weken geleden kon daar wat onzekerheid over bestaan, maar nu niet meer. Mijn vriend en collega Walter van Trier heeft een tekst ontdekt van dat in 1932 verscheen, december 1932, 90 jaar geleden, in een Nederlands tijdschrift Tijd en Taak. Titel: een basisinkomen voor iedereen. En dat begint met: onder een basisinkomen versta ik een bijvoorbeeld wekelijks inkomen door de staat uit te keren. De kwestie waarover ik hier aandacht zou willen vragen is de volgende: is het niet gewenst dat niet alleen aan werkloze gezinnen, maar aan alle gezinnen een dergelijk basisinkomen wordt uitgekeerd? 1932. Wie zal de auteur zijn? De eerste Nobelprijswinnaar voor economie, Jan Tinbergen, die dat idee ook nog veel later, tot in de jaren tachtig, heeft verdedigd met gelijkaardige argumenten die hij toen al gebruikte. Dus basisinkomen was het woord dat hij toen gebruikte. Toen ik zelf tot het idee ben gekomen in veel later, december 82, dus een halve eeuw later, had ik dat idee nooit elders zien verdedigen. En dus ik heb er een uitdrukking voor moeten uitvinden in het Frans, en dat was allocation universelle, dat is ook de uitdrukking die ik dan een tijdje heb gebruikt, ook wanneer ik in het Engels heb gepubliceerd, samen met Robert van der Veen, die daar zit, dus een stuk Capitalist Road to Communism, waarvan de eerste versie in 1984 werd geschreven. Daar spraken we van een universal grant, allocation universelle. Maar ik heb dan dankzij Robert ook stilaan de Nederlandse discussie ontdekt, die toen al heel actief was. En in 1985, wanneer ik dan mensen ben beginnen uit te nodigen voor het colloquium, die dan eigenlijk het stichtingscolloquium zou worden van BIAN, eerst de Basic Income European Network, heb ik onder Nederlandse invloed gekozen te spreken over de First International Conference on Basic Income. In Groot-Brittannië werd toen vooral de uitdrukking social dividend gebruikt om dit te benoemen. In de Verenigde Staten was dat Demogrant. In Engeland begon men al een klein beetje basic income te gebruiken omwille van een zekere Keith Roberts, een ingenieur die lid was, stichting de lid van de Basic Income Research Group, maar die
een colloquium in Maastricht had bijgewoond waar het woord basisinkomen, dan basic income, werd gebruikt. Dus een beetje speciaal om die reden om hier in Nederland over basisinkomen, basic income, te komen spreken. Dat is één reden. Tweede reden is dat ik hier op uitnodiging van Robert in 1985 gastdocent ben geweest op de Universiteit van Amsterdam. En dat was een geweldig semester voor basisinkomen. Het is toen dat de WRR dat rapport heeft gepubliceerd over de toekomst van de sociale zekerheid, waar een gedeeltelijk basisinkomen in voorgesteld werd. En ik herinner me nog dat bijna dan in de laatste week van mijn verblijf hier in Amsterdam, de Groene Amsterdam een hele bladzijde had met als grote titel de triomfantelijke terugkeer van het basisinkomen. En ze legden dan uit dat het verdedigd werd door een aantal mensen uit verschillende partijen, maar jammer genoeg waren dat allemaal lastpakken. Ik weet, dat was de uitdrukking, denk ik, die daar gebruikt werd. En dat hielp blijkbaar niet, want zoveel jaren later is het basisinkomen er nog niet. Maar natuurlijk is er sinds 1985 geweldig veel gebeurd op dat gebied. Er is wat verder nagedacht, ook filosofisch. Ik ben daar in 1990 een lezing gaan geven op Harvard onder de titel Why Surfers Should Be Fed, waar ik tevergeefs de politieke filosoof John Rawls heb proberen te overtuigen dat een basisinkomen vanuit zijn links-liberaal standpunt eigenlijk gerechtvaardigd kon worden. Ik heb dan dat boek gepubliceerd in 1995 onder de titel A Real Freedom for All. Maar vooral wat er sindsdien gebeurd is, is dat stilletjes aan we een netwerk, eerst een Europees netwerk, zijn beginnen op te bouwen met Alexander als, wat is dat, treasurer, is dat schathouder, wat er geen schat, maar pennemeester. Pennemeester, oké. Dat is een rare benoeming voor zo'n job. Goed, maar hij deed het goed. En dus we zijn niet rijk geworden, maar we hebben overleefd. Wat helemaal niet evident is, zoals jullie weten, hangt het overleven van kleine netwerken vaak af van een paar mensen die daar redelijk veel tijd en energie in steken en vooral veel geloof in het belang van wat ze doen. Dat netwerk is dan in 2004 een wereldwijd netwerk geworden tijdens ons congres in Barcelona enzovoort. Maar het is maar in de laatste jaren dat basisinkomen echt heel breed verspreid werd, niet alleen tussen een paar activisten en academici, maar ook in een breder publiek. Een cruciaal jaar was 2016, dat is niet zo lang geleden, 2016, wanneer er tegelijkertijd, ongeveer in dezelfde maanden, een referendum is gebeurd in Zwitserland met vermelding van een heel hoog basisinkomen, €2.300 per maand. En toch waren er 25% of 23% van de Zwitsers die vonden dat dat een goed idee was. Ongeveer op hetzelfde moment heeft Benoît Hamon, een socialistische kandidaat om president van Frankrijk te worden, heeft Benoît Hamon daar het idee van een revenu universel, dus echt een onvoorwaardelijk basisinkomen. Hij maakte daar het centraal voorstel van zijn programma. Hij heeft de primaire de la gauche gewonnen, dus hij was een kandidaat voor links voor die verkiezingen. Maar die verkiezingen heeft hij, waar hij de steun kreeg en de hulp kreeg van Thomas Piketty, een beroemde econoom, die de verkiezing zelf heeft hij heel zwaar verloren tegen Emmanuel Macron, toen Macron voor het eerst president werd van Frankrijk. Dat was het tweede element, maar in Frankrijk was dat idee plots
echt op tafel. En het derde element was dan de aankondiging van wat eigenlijk het eerste echte basisinkomen-experiment in een ontwikkeld land werd. Namelijk het tweejaarlijkse experiment dat in Finland is gebeurd in 2017 en 2018. Dus daar wat een linkse presidentskandidaat en dan een rechtse, of een centrumrechtse regering, die ongeveer hetzelfde, op hetzelfde moment het idee verdedigde of aan het testen waren. Dus 2016 was een sleuteljaar voor de populariteit van het basisinkomen. En sindsdien hebben we nog de pandemie gekend. En tijdens de pandemie, zelfs in het Amerika van Trump, werden plots een vorm van basisinkomen uitgedeeld aan de grote meerderheid van de Amerikaanse burgers. En basisinkomen, in de zin dat het strikt individueel was, onvoorwaardelijk, dus het was bijna, het was echt, dat ding een klein beetje af van de inkomens, omdat de echte hoge inkomens het niet kregen, maar anders was het echt een soort lump sum. Dus in dat licht kunnen we zeggen dat het moment van het basisinkomen echt gekomen is. Wel, misschien niet, want die pandemie is ook in een zekere opzicht slecht nieuws voor het basisinkomen. En nog slechter nieuws komt van de klimaatproblematiek aan de ene kant en ook van de oorlog in de Oekraïne nu. We mogen niet ontkennen dat elk van deze drie ontwikkelingen tot zeer ernstige uitdagingen leidt. En dit zijn alle drie relatief nieuwe ontwikkelingen, omdat we, wanneer we daar in de jaren 80 over zijn beginnen te praten, en basisinkomen zijn beginnen te verdedigen, was zelfs de klimaatproblematiek helemaal afwezig. Niet de ecologische problematiek, maar wel de klimaatproblematiek. En we konden ons niet inbeelden dat er ooit een pandemie zou komen of een echte oorlog met Rusland. Wat zijn dan, dus elk van die ontwikkelingen leidt tot twee uitdagingen. En wat ik nu zal doen is u kort uitleggen wat ik geloof dat die uitdagingen zijn. Eén heeft te maken met competitie, laten we zeggen. En de tweede uitdaging heeft te maken met productiviteit. Dus de eerste uitdaging heeft te maken met de concurrentie om overheidsmiddelen. Dit is het duidelijkst het geval, het duidelijkst in het geval van de oorlog. We weten allemaal dat de netto-kost van een basisinkomen niet hetzelfde is als zijn bruto-kost. Het aantal mensen die het basisinkomen krijgen vermenigvuldigt door het bedrag van het basisinkomen. Netto-kost is niet hetzelfde als bruto-kost, maar er is een netto-kost. Sommige huishoudens zullen netto-inkomen hebben met een basisinkomen hoger dan zonder dat basisinkomen. Dus er is een netto-kost, we moeten middelen vinden. Er zijn andere overheidsmiddelen nodig. En als die door defensie, door het leger opgeslokt worden, door wapens, dan blijft er natuurlijk minder over voor basisinkomen. Die concurrentie is even duidelijk in het geval van de pandemie. Er is geen enkele redelijke voorstander van het basisinkomen die zou willen dat de openbare diensten, gezondheidszorg, onderwijs enzovoort, vervangen zouden worden door een basisinkomen in cash. Universele toegang tot goede gezondheidszorg en tot goed onderwijs is niet minder belangrijk dan een universeel basisinkomen in cash. Als gevolg van de pandemie kunnen we aanzienlijke druk verwachten om meer uit te geven aan gezondheidszorg.
Dit is een begrijpelijke reactie op de zorg die in deze zeer moeilijke periode is verleend dankzij de enorme inspanningen en opofferingen van het personeel van de gezondheidssector. Deze druk zal het zeer gemakkelijk ook steun vinden bij de Europese kiezers, die steeds meer uit ouderen bestaan. Dit wil zeggen, de leeftijdsgroep die het meest gebruik maakt van de gezondheidszorg. Om deze redenen kunnen we verwachten dat er een sterke druk zal zijn om nog meer uit te geven aan de gezondheidszorg ten koste van wat op andere gebieden zou kunnen worden gedaan, niet alleen, maar ook voor een basisinkomen. Bij deze aanspraken op overheidsmiddelen als gevolg van de oorlog en van de pandemie komen nog aanspraken als gevolg van de klimaatveranderingen en andere milieuproblemen. Een deel van de kosten zal moeten worden gedragen door huishoudens en bedrijven, maar een deel zal ook moeten worden gedekt door overheidsuitgaven. Om een enkel voorbeeld te geven, denk aan de thermische isolatie van sociale woningen. In plaats van iedereen een onvoorwaardelijk inkomen te geven, dus en die netto kost te betalen, ligt het niet voor de hand dat de klimaatnoodsituatie vereist dat we de overheidsmiddelen concentreren op beleidsmaatregelen die de dringende ecologische transitie zullen versnellen. Wanneer dit wordt opgeteld bij de eisen op het gebied van defensie en gezondheid, lijkt de marge die voor een basisinkomen overblijft echt erg smal. Maar er is nog erger. Dit was de eerste uitdaging, dus van het deze drie ontwikkelingen die te maken heeft met concurrentie tussen deze verschillende aanspraken op overheidsmiddelen. De tweede uitdaging ligt in het feit dat de reacties op zowel de klimaatverandering als de pandemie en de oorlog tot een daling van de arbeidsproductiviteit leiden. Onze atmosfeer, opgevat als een sink voor onze emissies, is een natuurlijke hulpbron waarvan wij al veel te lang gratis gebruik hebben gemaakt. De beperkingen om dat gebruik, die nodig zijn om een schadelijke en onomkeerbare klimaatverandering te voorkomen, impliceren, net als elke andere beperking op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, ceteris paribus, een daling, of tenminste een neerwaartse druk op de arbeidsproductiviteit. Om dezelfde output, dezelfde hoeveelheid goederen en diensten te produceren, zullen we meer arbeidskrachten moeten inzetten. Anders gezegd, de reden waarom de arbeidsproductiviteit zo hoog is als ze nu is, is juist dat we nalaten de waardevolle natuurlijke hulpbronnen te beschermen, en met name alles te doen wat nodig is om een schadelijke klimaatverandering te voorkomen. Door te doen wat we moeten doen, wordt onze arbeid minder productief. Dat is het aspect klimaatverandering met zijn impact op arbeidsproductiviteit. Op een heel andere manier heeft de reactie op de pandemie ook een negatieve effect op de productiviteit. Het onmiddellijke effect is duidelijk genoeg. Door de sociale afstandsregels gaan bijvoorbeeld schaalvoordelen verloren in restaurants, hotels, culturele evenementen en openbaar vervoer. En bij de arbeid die vroeger nodig was voor de productie van een product en de levering ervan aan de klant, komt nu al het onproductieve werk dat gemoeid is met de sanering, de tracering en de handhaving van wachtrijen en het dragen van maskers. Dus tijdens deze pandemie en tijdens de pandemieën die we nog mogen verwachten. Dat is het tweede aspect, dus tweede ontwikkeling met een impact op productiviteit. En derde ontwikkeling, de structurele verhoging van militaire uitgaven kan ook beschouwd worden als een vermindering van de productiviteit.
wapens produceren of kopen, meer soldaten betalen, heeft niet als effect dat onze materiële welvaart stijgt, maar is bedoeld om de materiële welvaart van de vijand te beschadigen. Wat is het verband tussen dit allemaal, deze tweede uitdaging, met wat is verband met basisinkomen? Wat ook de oorzaak is, een daling van de productiviteit betekent dat er meer arbeid moet worden verricht om een bepaald niveau van materiële welvaart te bereiken. Toegeven, de maximalisatie van het bruto binnenlands product is absurd als sociale doelstelling. Maar het is uit dat bruto binnenlands product en niet uit andere even belangrijke onderdelen van onze welvaart dat andere aspecten die het bruto binnenlands product niet in aanmerking neemt, het is uit het bruto binnenlands product dat sociale transfers moeten worden gefinancierd, ook, niet alleen, maar ook voor een, ook het basisinkomen. En als het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking reeds daalt ten gevolge van de dalende productiviteit, zal elke vermindering van de arbeidsinspanning deze daling nog versterken. Maar een genereus basisinkomen zal zeker tot gevolg hebben, en dat is ook de bedoeling, dat sommige mensen ervoor zouden kiezen deeltijds te werken of hun beroepsloopbaan te onderbreken, of dat ze zouden overstappen naar een baan die minder goed betaald wordt, maar een hogere intrinsieke kwaliteit heeft. In een context van stijgende productiviteit zou dit geen probleem zijn. Het zou alleen betekenen dat men dankzij het basisinkomen de productiviteitswinst vertaalt in meer kwaliteitstijd, zowel op het werk als daarbuiten, in plaats van in meer consumptie. Maar met een dalende productiviteit wordt de duurzaamheid van een genereus basisinkomen zeer twijfelachtig. Samenvattend, er zijn twee fundamentele redenen waarom het klimaat, de pandemie en de oorlogssituatie de invoering van een onvoorwaardelijk inkomen verre van vergemakkelijken, maar integendeel de haalbaarheid ervan in de nabije toekomst een fatale klap lijken toe te brengen. Ten eerste verscherpen ze alle drie, die drie ontwikkelingen, de concurrentie om het gebruik van overheidsmiddelen, waarbij de claims van de gezondheidszorg, de ecologische transitie en het leger of de wapens weinig ruimte laten voor de financiering van het basisinkomen. Ten tweede vereisen die alle drie ontwikkelingen antwoorden die een vermindering van de arbeidsproductiviteit met zich meebrengen, wat de speelruimte voor de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen beperkt. Goed, dat is het slecht nieuws. En jullie verwachten toch een beetje goed nieuws, om gelukkig naar... Deze twee uitdagingen moeten serieus genomen worden. En het is sinds het begin mijn voortdurende bekommernis geweest binnen de basisinkomenbeweging dat we naar serieuze, ernstige bezwaren moeten luisteren. Ik heb er altijd voor gepleit dat ook op de congressen van het basisinkomennetwerk dat we ook intelligente tegenstanders zouden uitnodigen. We willen geen kleine secte worden. En om een idee te verdedigen die een kans heeft op verwezenlijkingen, moeten we naar die bezwaar blijven luisteren. En dat is ook het geval voor die serieuze uitdagingen die ik daar juist genoemd heb. Dus wat kan men daarop antwoorden? Ten eerste, of de totale productie en productiviteit nu groeien, krimpen of stagneren,
productie en consumptie moeten veel groener gemaakt worden. Veel meer verenigbaar met het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen en de gezondheid van onze atmosfeer. Het krachtigste instrument om individuele en collectieve keuzes in deze richting te sturen is ecologische prijsstelling. Een krachtige overheidsinterventie in de werking van de markt door middel van belastingen die tracht de prijzen in overstemming te brengen met de werkelijke kosten van onze keuzes voor ons milieu en voor toekomstige generaties. Veel van de goederen en diensten die daardoor duurder worden, worden geconsumeerd door alle lagen van de bevolking met inbegrip van de armsten. Deze gevolgen voor hun levensonderhoud moeten worden gecompenseerd. De eenvoudigste manier om dit te doen is door de inkomsten van deze ecologische belastingen geheel of grotendeels gelijkelijk onder iedereen te verdelen. De armste categorie, die gemiddeld de meest bescheiden verbruikers zijn van de goederen die daardoor duurder worden, zullen worden overgecompenseerd, terwijl de rijkste categorieën zullen worden ondergecompenseerd, waardoor de ongelijkheid wordt verminderd. Dit is bijvoorbeeld de logica achter de targeted subsidy law die in januari 2010 in Iran werd ingevoerd om een drastische stijging van de binnenlandse olieprijzen te begeleiden, of achter het universele carbon dividend voorstel dat in januari 2019 in de Wall Street Journal werd gepubliceerd en door meer dan 3000 Amerikaanse economen werd onderschreven. Het werd ook laatst voorgesteld door een van de twee voornaamste kandidaten om president van Zuid-Korea te worden. Hij heeft het niet dramatisch zoals Benoît Hamon, maar zeer nipt verloren. Maar hij stelde ook een carbon dividend voor. Men kan de relevantie van een basisinkomen voor dit doel erkennen, maar men moet toch ook betwijfelen of daar meer ruimte wordt geschapen voor meer dan een zeer bescheiden basisinkomen, gegeven ook de felle concurrentie om publieke middelen. Maar dit is een eerste en de zwakste van de redenen waarom een basisinkomen actueel zal blijven, ondanks de uitdagingen die ik vermeld heb. En dus het is een eenvoudige wijze, carbon dividend is een eenvoudige wijze om de onrechtvaardige impact van ecologische belastingen te compenseren. Maar er is een tweede reden waarom het basisinkomen relevanter blijft dan ooit, zelfs in een context waarin de productiviteit te lijden heeft onder de reacties op de pandemie, op de klimaatverandering en op de oorlogssituatie. Dat er zo'n negatief effect is, betekent niet dat de productiviteit onvermijdelijk zal dalen. De verwachte productiviteitsstijging als gevolg van robotisering en kunstmatige intelligentie is een compenserende factor, maar de invoering van het basisinkomen zelf kan ook een compenserende factor zijn. Een factor die deze daling van de productiviteit compenseert. Vrijheid, of althans het soort vrijheid dat door een basisinkomen wordt verleend, is immers een productieve kracht. Vrijheid is een productieve kracht, een belangrijke bijdrage tot de productiviteit. Productiviteitswinst wordt niet bereikt door alle volwassenen via wettelijke of morele druk. Het oude mannelijke kostwinnersideaal van levenslange voltijds loonarbeid op te leggen en door recalcitrante mensen geïnspireerd door dit ideaal in banen te duwen die ze haten en waarin ze slecht zullen zijn. Productiviteitswinst kan en moet worden bereikt door dankzij een basisinkomen het scala van mogelijkheden waar tussen mensen hun leven lang vrij kunnen kiezen, uit te breiden. Hierdoor zullen mensen, vooral degenen die de minste keuzemogelijkheden hebben, gemakkelijker een beroep of een opeenvolging van beroepen
of een combinatie van beroepen betaald of onbetaald kunnen vinden, die ze goed zullen doen, die ze met plezier zullen doen, deze twee dingen gaan vaak samen, en die ook nuttig zullen zijn voor anderen dan zijzelf. Dit productiviteitsverhogende effect van de vrijheid die een basisinkomen biedt, kan de vorm aannemen van, in de woorden van Mark Zuckerberg, a cushion to try new things, of in de woordenschatten van Silicon Valley, van de voornemen van venture capital for the people. Maar het kan ook werken via de discriminerende macht die werknemers in staat worden gesteld uit te oefenen door tussen laag en onregelmatig betaalde banen, waarbij ze banen die hen niets leren afwijzen, terwijl ze banen accepteren die veel nuttige training bevatten. Bovenal vloeit dat productiviteitsverhogende effect uit het heen en weer gaan tussen werk, onderwijs, vorming, brede zin en vrijwilligerswerk, dat door een basisinkomen sterk wordt vergemakkelijkt, tenminste als het wordt gecombineerd, zoals het moet, met lifelong blended learning. Blended betekent een combinatie van wat je kan leren dankzij de internet en dankzij een lokale mentoring. Dankzij het internet is er tegenwoordig een enorme hoeveelheid informatie voor iedereen beschikbaar tegen geringe of geen kosten in termen van tijd of geld. Geen vergelijking met wanneer ik jong was. Omdat niet alleen deze informatie degelijke, verteerbare, bruikbare kennis is, vereist ze, omdat een deel van die informatie eigenlijk geen kennis is, maar fake news enzovoort, vereist ze een collectieve toe-eigening die kritisch en creatief is. Dit gebeurt reeds, maar moet en zal nog veel meer gebeuren, niet alleen op scholen of universiteiten, maar ook in allerlei soorten verenigingen, formele en informele, zelfs gewoon binnen families en onder buren. Dit moet iedereen in staat stellen zich beter toe te rusten, niet alleen als efficiënte en veerkrachtige werknemers, ook na de huidige normale pensioensgerechtigde leeftijd, maar ook als competente consumenten, gebruikers van openbare diensten, patiënten, burgers en bewoners van superdiverse steden. In deze verschillende hoedanigheden hebben we steeds meer kennis en vaardigheden nodig, niet in het minst taalkundigen, die online leren ons in grote mate kan helpen verwerven, maar het beste op een gemengde manier, blended, met begeleiding en motivatie van leraren, tutors, mentors, peergroups en wie dan ook, maar kan helpen om wat online te vinden is, op te nemen, te begrijpen, te beoordelen en op een creatieve wijze om te vormen. Het potentieel van deze wederzijdse versterking van onvoorwaardelijk basisinkomen en lifelong blended learning is de tweede reden om te geloven dat het vooruitzicht van een substantieel basisinkomen relevanter blijft dan ooit. In combinatie met exogene technologische innovatie kan het de bedreigingen die uitgaan van de pandemie, de klimaatverandering en de oorlogssituaties in termen van druk op overheidsmiddelen en productiviteit meer dan compenseren. Ten laatste derde antwoord, dus het eerste antwoord, om ook wat goed nieuws te verspreiden. Het eerste antwoord was iets zoals een carbon dividend of iets dat daarop lijkt, zal steeds terug op tafel komen. Het tweede argument is dat basisinkomen zelf, wanneer het gecombineerd wordt door een vorm van revolutie in de manier waarop we leren, met hulp van het internet, kan het probleem van de dalende productiviteit helpen compenseren. Derde argument, de vrijheid die een basisinkomen biedt,
is echter niet alleen relevant omdat het op de juiste wijze vormgegeven en begeleid de arbeidsproductiviteit kan verhogen. Er is nog een andere reden voor de relevantie ervan, die wellicht ook de meest fundamentele reden is om het voorstel in de huidige context te steunen. De jongeren en de toekomstige generaties in het noorden, in de rijkere landen van de wereld, zullen zich tevreden moeten stellen met minder materiële consumptie dan waar onze generatie mee weg kon komen. Om dit feit voor hen aanvaardbaar te maken, ja, om hen desondanks enthousiast hun toekomst te laten omhelzen, moet men hun een realistische utopie bieden, waaraan de hoop op een beter leven geloofwaardig kan worden opgehangen. Deze utopie moet in overeenstemming zijn met zowel rechtvaardigheid op wereldniveau, globale rechtvaardigheid, als met rechtvaardigheid tussen de generaties. Maar het moet ook kunnen opnemen tegen de rivaliserende dystopieën van het neoliberalisme, van het xenofobe nationalisme en van het religieus fundamentalisme. Nog meer dan ik bijna 40 jaar geleden deed, geloof ik dat het emancipatorisch idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen de kern van zo'n realistische utopie moet vormen. Conclusie: een onvoorwaardelijk basisinkomen is niet alleen een bron van sociaal-economische zekerheid en veerkracht, die ons in staat stelt om met meer zelfvertrouwen toekomstige klimatologische, technologische, epidemiologische, economische en zelfs militaire schokken tegemoet te zien. Het is ook een cruciaal onderdeel van het institutionele kader dat we nodig hebben om te mogen blijven hopen in een samenleving waarin iedereen een vrijer en zinvoller leven zal kunnen leiden. Een maatschappij met een basisinkomen zal een maatschappij zijn waarin zinloos gezwoeg moeilijk zal kunnen overleven. Maar het zal er niet een zijn van dolce vita. Productiviteit zal altijd een legitieme zorg blijven, waarbij productiviteit wordt opgevat als de hoeveelheid materiële welvaart die kan worden bereikt met een gegeven inspanning. Dat betekent niet alleen, en dat is niet alleen een kwestie van hoeveel werk nodig is, maar ook van hoe onaantrekkelijk dat werk is. Het fourieristische perspectief, geïnspireerd door Charles Fourier, van een steeds smeltend verschil tussen werk en spel. Dus Fourier, het idee van Charles Fourier is dat werk zo aangenaam zal worden dat er geen verschil meer zal zijn tussen werk en spel. En dus dat Fourieristisch perspectief is minstens even belangrijk als het Marxiaanse perspectief van een krimpende werkdag. Dus productiviteit, verhoging van productiviteit moet heeft met deze twee aspecten te maken. De reële vrijheid die een onvoorwaardelijk basisinkomen biedt, is dus nodig om de materiële uitdagingen aan te gaan die ons te wachten staan. Maar het is zelfs nog meer nodig, vooral in een tijdperk waarin legitieme ecologische, epidemiologische, militaire, zelfs militaire bekommernissen onze vrijheid aan steeds nieuwe beperkingen zullen onderwerpen, als een onmisbaar ingrediënt van een mogelijke toekomst waarnaar we kunnen uitkijken, een toekomst waarin minder materiële consumptie hand in hand zal gaan met meer vrijheid, meer broederlijke menselijke relaties en meer menselijke bloei. Dank u.
stel voor dat mensen vragen kunnen stellen. Korte vragen, korte antwoorden. We gaan een kwartiertje bezig en daarna gaan we naar beneden. Het aangename met het nuttige verenigen. Ik zie Bert Veenstra. Je hebt het woord. Komt even de microfoon aan, zodat de mensen thuis het ook kunnen horen. Ja, dankjewel voor deze lezing. Ik heb er zeer goed naar kunnen luisteren. En meteen eigenlijk al in het begin, hè, de oorlog, de pandemie. Natuurlijk zijn dat redenen. Hè? Als je daar geld aan uitgeeft, dan kun je het niet aan iets anders uitgeven. Dat ligt voor de hand. Maar toen ik aan het basisinkomen begon en erover na te denken, toen dacht ik ook van ja, een basisinkomen kan niet zonder een basisproductie. En u heeft het daar ook over, maar is het ideologisch niet veel beter, hè, om te denken dat we een basisinkomen ook in zouden moeten voeren als we het niet hebben over productiviteit en als we het niet hebben over productiviteitsgroei? Dus kunt u zich een wereld voorstellen waarbij we een basisinkomen invoeren die niet is gebaseerd op productiviteit? Want stel je een land voor met een bbp minimaal, met een negatieve handelsbalans, het omgekeerde eigenlijk van wat Nederland is, die kunnen toch ook gewoon een basisinkomen invoeren. In India, in kleine dorpjes, wordt toch ook gewoon geld naartoe gebracht. Hoe ziet u dat? Ja. Dus als we een basisinkomen willen en een basisinkomen waarvan we geloven dat het de mensen vanuit de mensen die nu arm zijn uit die armoede en boven die armoede drempel kunnen trekken, daar hebben we productie nodig, genoeg productie nodig, genoeg en dus genoeg productiviteit. En dus we moeten voor die productiviteit zorgen. Je zou kunnen zeggen, en dus inderdaad in Indië, zou ik zeggen, men kan een basisinkomen invoeren in Indië waar de productie veel lager is. Ja, maar als we in Indië, en er werden daar experimenten gedaan in Andhra Pradesh, ja, dat was een basisinkomen van 6 euro of 10 euro's per maand. Nu kan een basisinkomen invoeren met een bruto binnenlands product zo laag als in Indië? Ja, dat kan, maar zo'n laag basisinkomen. En dus en dat zal een basisinkomen op dat niveau zal natuurlijk veel meer mensen naar maken dan hier het geval is. Maar ik wil daar één ding over zeggen dat ik straks niet gezegd heb, dat voor mij heel belangrijk is. En veel verdedigers van een basisinkomen zeggen, degrowth, dus we kunnen ontgroeien. En niet alleen hebben we geen groei nodig, maar we kunnen zelfs minder produceren. Ik geloof in het noorden, hier, zullen we minder moeten consumeren in materiële termen, maar we zullen meer toch moeten blijven groeien wat productie betreft. Want een deel van wat we in het noorden zullen produceren, zal geconsumeerd moeten worden door mensen in het zuiden. En dus men kan niet serieus over een rechtvaardige wereld dromen zonder permanente herverdeling van het noorden naar het zuiden. En dus dat betekent dat een deel van de koopkracht, die we anders zouden kunnen gebruiken voor ons eigen basisinkomen en andere behoeftes, eigenlijk overgeheveld zal moeten worden naar het zuiden. En we zullen ook dat verschil tussen wat we produceren en wat we consumeren zal groter moeten worden omwille van die permanente transfer. Zonder die transfer kunnen we niet serieus over een rechtvaardige wereld spreken. Ja, we waren in India met een basisinkomen en er was een man uit Sikkim, dat is een deelstaat in India, en daar hadden ze het bijna ingevoerd. 600.000 mensen wonen daar. De vorige periode hadden ze ingevoerd alleen ecologische landbouw. Deze periode wilden ze invoeren basisinkomen. Hoe wilden ze dat betalen? Uit een hogere belasting op de toeristen. En dus de berghellingen van India, Nepal, en daar komen veel toeristen.
En ik dacht, oh, ze hebben het net verloren, een paar duizend stemmen. De man is pessimistisch. Maar hij was niet pessimistisch. Hij zei, over 5 jaar doen we het gewoon weer. En dan met 7, 8 bergstaten tegelijk. Dus het kan ook in India gewoon ingevoerd worden. Hilde, jij hebt het woord. Ja, dankjewel Filip. Leuk je hier weer te zien. Ja, je zou er ook anders naar kunnen kijken. We hebben een lockdown gehad, waar de kleine ondernemer flink is gedaald in zijn arbeidsproductiviteit. En er enorme kapitaalverschuiving is gegaan naar de farmaceutische industrie en naar de allerrijkste. Dus... Oké, we hebben een lockdown gehad waar de kleine ondernemer terug is gezet in zijn arbeidsproductiviteit. Hè, die mocht niks meer doen. Terwijl er een enorme kapitaalverschuiving is geweest naar de farmaceutische industrie en de allerrijkste. Dus de koppeling tussen genoeg geld en arbeidsproductiviteit, die zou je ook los kunnen laten. En eigenlijk heeft de lockdown laten zien dat er zonder arbeidsproductiviteit heel veel geld gemaakt kan worden. Alleen is het de verkeerde richting opgeschoven. Kun je daar misschien iets over zeggen? Want ik heb een probleem van ontsteking in mijn ogen. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, dus als ik je goed begrepen heb, en je zal me corrigeren, dus we hebben eigenlijk kunnen ook een basisinkomen financieren zonder verhoging van de productiviteit, zonder als we een verschuiving of een terugkeer kon gaan van een situatie waar het onderdeel van het inkomen, van het totaalinkomen dat naar het kapitaal gaat, dan kleiner wordt. Hè? Dat er dan, hè? Want wat we wel hebben gezien op wereldschaal is dat de capital share, hè, het onderdeel van het totaalinkomen dat naar de eigenaars van het kapitaal gaat, systematisch gegroeid is ten nadele vooral van wat naar de arbeiders gaat. En dus zou je kunnen zeggen, we gaan kapitaal beter belasten of op andere wijze ook via antitrust policy enzovoort het deel van het bruto nationaal product dat naar het kapitaal gaat kleiner worden. Ja, we kunnen dat doen, we moeten dat doen, maar dat en dat is niet genoeg. Eén, omwille van de internationale competitie zijn we daar, de mobiliteit van het kapitaal die hoger is dan de mobiliteit van de arbeid, zijn er daar onmiddellijke grenzen naar, maar dat is niet genoeg als argument. Maar het is ook dat globaal gezien, dus dat we op, dat we die productiviteit zullen blijven nodig hebben, want de noden op wereldschaal om de bevolking van de wereld vanuit die situatie van armoede te krijgen, is zo'n enorme uitdaging dat die verschuiving, die mogelijke verschuiving van kapitaal naar, van de mogelijke belasting van het kapitaal niet voldoende is om dat te bereiken. En dus, maar we moeten dat ook doen. Dus, het is, maar, ja. Die meneer met dat zwarte shirtje, je hebt het woord. Er komt een microfoon. Ik heb een hele simpele vraag. Als je basisinkomen invoert, ik ben er persoonlijk wel voor, veroorzaak je dan ook niet een soort permanente inflatie? Meer nog dan we nu, nou nu is het overdreven, maar ik bedoel, omdat elke keer als het basisloon iets omhoog moet, omdat het anders niet betaald kan worden voldoende. Dus als je te weinig inkomen hebt om alle normale lasten te kunnen betalen, dan gaat het basisinkomen wat omhoog, waardoor weer hogere prijzen geregeld kunnen worden, eventueel. Kunt u me volgen? Goed. Ja, dat is niet altijd goed bij mij. Maar... Goed begrepen heb. Dus de relatie tussen basisinkomen en inflatie. En dus als je een basisinkomen invoert, zal dat geen impact hebben op inflatie. Dat hangt af van de manier waarop je het basisinkomen financiert. Als dat door belastingen is, zal de totale koopkracht
niet hoger worden. Dat betekent niet dat er geen plaatselijke plaatselijke impact zal hebben op inflatie op kort termijn en soms op langer termijn, vooral wanneer het basisinkomen op een grote schaal ingevoerd wordt. En want dan, als we bijvoorbeeld een Europees basisinkomen zouden invoeren, zou er een verplaatsing zijn van de koopkracht van de rijkere landen naar de armere landen. En dat zou als gevolg hebben dat er meer inflatie zou ontstaan in Bulgarije of in Roemenië. Maar globaal gezien, als het door belastingen gefinancierd wordt, de totale aggregate demand wordt niet hoger en dus het gemiddelde prijsniveau zal niet stijgen. Als je nu het basisinkomen via geldcreatie financiert, dan zal het inderdaad een effect hebben wat inflatie betreft. En wat dat is dan u, ook de. Sorry, u zei net iets wat ik niet kon verstaan. Als je het uithuppelde pub financiert, het galmt een beetje namelijk. Oh, geldcreatie, nee, dat is logisch. Ja. Dus basisinkomen, tenminste. Eén keer, twee keer, en wordt soms verdedigd als quantitative easing for the people. En dus wanneer er niet genoeg inflatie is, wanneer je in een recessie bent, en dus wat er dan gewoonlijk, klassieke quantitative easing bestaat erin de interestvoeten te verlagen, om leningen aan te moedigen. Maar wat dan nu in de laatste jaren regelmatig voorgesteld was, dat is quantitative easing for the people. En dat betekende, geef iedereen €500. Hè, en dan, als het niet genoeg is, nog eens €500 om de vraag te boosten. En in dat geval, omdat het via geldcreatie gebeurt, zal er natuurlijk een impact zijn op inflatie. En dat is daar de bedoeling. Maar dat kan niet een permanent basis, dat kan geen permanent basisinkomen financieren. Nog een paar vragen. Gerard. Ik wil even een kritische opmerking plaatsen. Ik voel een heel groot gat tussen de systeemwereld, tussen de theoretisch opgeleide en de praktisch opgeleide, waar we het vanmorgen over hadden. Als de timmerman en de bakker en de slager en 70% van de maatschappij dit verhaal hoort, snappen ze helemaal niks van het basisinkomen. En ik ben ervan overtuigd dat juist daar het basisinkomen van groot belang is. En dat is niet alleen in deze context. Twee weken geleden had ik een Zoom-sessie met professoren, doctorandussen, meesters, noem alles maar op. Maar het is een andere taal. Begrijpt u wat u bedoelt? Het is een andere taal. Het is niet, zwart-wit gezegd, de taal van de straat. En als wij in het algemeen op dit niveau willen proberen om het basisinkomen, de boodschap basisinkomen, over te brengen, zullen we toch met een andere taal moeten gaan leren spreken. Begrijpt u mij of zegt u van, mag ik u een boek aanbieden? We hadden vanmorgen geschreven vanuit de leefwereld van iemand die in de bijstand zit. Vindt u dat goed? Ja, even voor Philip. Vanmorgen hadden we een discussie dat we hebben INO Research een onderzoek laten doen. Wat vindt Nederland van basisinkomen? Ongeveer de helft voor, ongeveer de helft tegen. En het blijkt dat de hoogopgeleide, de theoretisch opgeleide, 90% weet wat het is en heeft een mening. En de praktisch opgeleide, zeg maar ongeveer 60% van de maatschappij, daar heeft 60% van een mening en 40% twijfelt of weet het niet. Dus we hebben inderdaad nog een opgave, de mensen die praktisch opgeleid zijn, LBO en minder, die hebben twijfels over dat basisinkomen. Hoe brengen we daar nou het verhaal duidelijk over? Wel,
ik ben het helemaal eens met u. En u heb ik eigenlijk veel beter verstand dan wanneer Alexander juist naast mij naast mij. Maar dus. Maar het is. Ik denk dat we ook anders moeten spreken wanneer we mensen tegenkomen in de straat die voor het eerst over Belzacin komen horen. Dus hier veronderstel ik voor jullie groep dat ik jullie en niet met de ABC van basisinkomen zal komen spreken, u uitleggen waarom wat een basisinkomen is, waarom het een goed idee is enzovoort. Dat is, zoals wij in Frans zeggen, supposé connu. En dat is veronderstel dat jullie dat allemaal weten. En dus wat ik op een beknopte wijze heb proberen te doen, en dus, dat is een nogal abstract, en dat geef ik toe, is de manier waarop ik geloof dat we die uitdagingen moeten structureren. En er zijn echt volgens mij twee diepe uitdagingen die we dan heel concreet kunnen illustreren op verschillende wijzen. En dus, de keuze die ik gemaakt heb, misschien was dat niet de beste keuze. Ik ken jullie niet genoeg. Dat is eigenlijk te zeggen, ja, wij die basisinkomen verdedigen, zitten en zullen in de komende maanden en jaren voortdurend ook met bezwaren, we zullen voortdurend bezwaren tegenkomen die eigenlijk voorbeelden zijn, illustraties van die twee uitdagingen die ik straks heel redelijk abstract heb geformuleerd. En dat is wat ik heb proberen te doen, maar ik ben het helemaal met u eens dat dit... ...1500 man, nou daar zit geen timmerman tussen hoor, die zitten daar niet. En wat ik bedoel, wat ik probeer vanuit mijn leefwereld, in Nederland zitten er ruim 1 miljoen mensen in een uitkering. Als we de boodschap, basisinkomen, goed weten over te brengen, dan zouden we 1 miljoen medestanders moeten hebben. Alleen, de boodschap overbrengen, dat is moeilijk. Daar heb ik zelf ook moeite mee. Ik zit in die wereld. En die zitten ook niet te wachten op mijn ellendeverhalen. Het is een hele moeilijke wereld. Om die praktisch opgeleide, om de timmerman. Heel simpel, anders te lang voor in het woord. In Nederland hebben we natuurlijk die hele toeslagenaffaire gehad. Die hele ellende. En daar is een documentaire van gemaakt. En dan is de praktijk, en dat is gewoon de praktijk. Dan kijken er 250.000 mensen naar die documentaire. En dan kijken 3,2 miljoen mensen naar Heel Holland Bakt. Explain it to me. Ja, Gerard. Als ik mensen tegenkom, met name jongeren die nog nooit van basisinkomen gehoord hebben, dan begin ik altijd met de AOW. Iedereen in Nederland weet wat de AOW is, ook jongeren, en dat heeft een enorm draagvlak. En ik zeg gewoon, het is de AOW vanaf 18 jaar. En zelfs mensen die nog nooit van een basisinkomen gehoord hebben, krijg je meteen een klik en dan beginnen ze na te denken. Dus het kan wel. Volgende vraag. Emiel, even de microfoon. Bedankt voor dit goede verhaal. Ik worstel met uw begrip van arbeidsproductiviteit. U veronderstelt dat door de oorlog, de pandemie en door wat nodig is voor het klimaat, dat daardoor de arbeidsproductiviteit daalt. Maar later hoor ik u zeggen dat u bedoelt eigenlijk het niveau van de welvaart. Maar dat is wat anders dan de arbeidsproductiviteit. Arbeidsproductiviteit hangt toch samen met de technologische ontwikkeling. En die kan juist gestimuleerd worden. Zelfs door oorlog, maar zeker ook door een klimaattransitie die nodig is. En dan is het toch niet, want u noemde het als een punt waarom het basisinkomen moeilijk te financieren is. Maar dat zie ik niet, omdat arbeidsproductiviteit volgens mij juist hoger kan worden door deze ontwikkelingen.
Dus het verhaal dat we in de laatste jaren heel vaak hebben gehoord van de kant van de verdedigers van het basisinkomen, dat is met robotisering en automatisering enzovoort, zullen er steeds minder jobs zijn. Precies omwille van die hogere productiviteit. En er is hogere productiviteit, produceren meer. En dat was eigenlijk ook het verhaal 46 jaar geleden, waar we zeggen, er zullen steeds minder jobs zijn omwille van die technologische ontwikkelingen. En de links en rechts toen zei, de enige manier om dat op te lossen is meer en meer groei. En dus als je maar één mens in plaats van twee nodig hebt om een wagen te produceren, zullen we twee wagens produceren in plaats van één. En dat was toen al het verhaal. Maar dus wat ik vooral wil beklemtonen, is dat het een illusie is dat alles, al hetgeen dat nu aan het gebeuren is, in de richting van hogere productiviteit gaat. En het feit dat we de natuur minder gratis kunnen gebruiken, en natuurlijk het feit dat als al die natuur, die natuurlijke hulpbronnen zo gebruikt worden zonder grenzen, is iets dat de arbeidsproductiviteit verhoogt. Als je die natuur en die hulpbronnen minder kan gebruiken, betekent dat ipso facto een daling, wel een neerwaartse druk op de arbeidsproductiviteit. Maar die neerwaartse druk kan gecompenseerd zijn door die automatisering, robotisering, artificial intelligence enzovoort. Maar wat ik vooral wou beklemtonen is dat die drie ontwikkelingen in de andere richting gaan en dat niet zegt dat die niet sterker zullen zijn dan automatisering enzovoort. En want over automatisering is men ook heel vaak beginnen te overdrijven. Hè? Wanneer je een beetje in de wereld rondreist en ziet hoeveel vormen van arbeid zo ver zijn van elke vorm van automatisering. En ook bij ons. Hè? Dus wanneer je, en we zeggen we hebben meer jobs nodig in de zorgsector, ja, hoeveel van een deel van die zorgjobs kunnen vervangen worden door machines en robotten, maar niet zoveel. En dus ik geloof dat er een trend in die richting is, maar wat ik vooral wou beklemtonen, omdat dat minder vaak gehoord wordt door voorstanders van het basisinkomen, is dat er ook die drie dingen, relatief recente dingen, klimaat minder recent, maar pandemie en de nood, nu het feit dat we besloten hebben meer geld, in veel landen meer geld te besteden aan defensie, dat gaat in de andere richting. En dat zijn, we moeten toegeven dat dat geen goed nieuws is voor de financiering van een basisinkomen. Dat wou ik beklemtonen, maar dat betekent niet dat betekent zelfs niet dat de militaire uitgaven niet gaan helpen, zoals ze het zo vaak hebben gedaan in het verleden, om de arbeidsproductiviteit, via technologische innovaties te verhogen. Maar het is het netto-effect waarvan we niet kunnen zeggen dat het positief is. Nog twee vragen. En de rest gaat gewoon beneden. Gender ratio. Ja, die dame daar die mag en die meneer hiervoor en de rest moet echt beneden, anders komt de borrel in het gedrang. Ja, het gaat eigenlijk ook over die arbeidsproductiviteit. Kunt u het horen? Zo? Ja? Het gaat, want als we die vervuiling terugstoppen in die productiviteit, dan denk ik dat een groot deel van die productiviteit die we nu hebben eigenlijk een soort negatieve waarde heeft. Negatieve contante waarde bijna. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus hoe productief is onze productiviteit als we zo ontzettend veel aan het vervuilen zijn? Vervuilen. Vieze dingen maken. Rommel overal. Milieu. Dus We maken heel veel vervuiling. Een groot deel... De chemische industrie die we eigenlijk moeten afbouwen omdat we allemaal elektrisch gaan rijden. Goed, gelukkig. Dat had u niet begrepen. Dus we hebben wel veel productiviteit, maar die is voor een deel
ecologisch gezien waanzinnig. En daar moeten we sowieso vanaf. Dat is haar betoog. Ja, ik ben, mag ik nog een vraag stellen? Ah, pardon. Het viel mij op, een heel indrukwekkend betoog hoorde ik u, professor van Parijs. Maar wat een term die ontbrak, als ik goed geluisterd heb, is de groeiende vermogensongelijkheid in de wereld. De groeiende vermogensongelijkheid in de wereld. En ik denk dat als we die ongelijkheid in de wereld, om te beginnen in Nederland, in Europa, de rijke landen, aanpakken, dan zijn de problemen zoals u ze voorziet met betrekking tot de productiviteit en de oorlogsuitgaven en de corona, et cetera, relatief. En als we serieus werk maken van de grote ongelijkheid die er is in vermogens, het ontbreken in Nederland van een echte vermogensaanwasdeling, zoals we dat in Engeland kennen en in Frankrijk kennen en in Amerika kennen, als we dat hier zouden invoeren, dan zouden we zoveel meer funding krijgen. Een vergroting van de staatskas, een vergroting van de visvijver, waardoor een basisinkomen absoluut heel eenvoudig is te financieren. Dat wilde ik nog even maken. Ja, dus dat is eigenlijk een veralgemening van de vraag die straks door Hilde werd gesteld. En dat is ook aan de. En dus ik ben natuurlijk voor een voorstander van de vermindering van de ongelijkheid. En vermindering van de ongelijkheid betekent niet alleen dat de Bill Gates en Bezos en zoveel van de wereld meer belast zullen moeten worden. Maar dat ook mensen zoals ik minder zullen moeten verdienen. Dus ik denk dat we dat zeker moeten doen. Tegelijkertijd wordt het moeilijker dan in het verleden omwille van de internationale mobiliteit. Nu met het telewerken. Dus ik ken bedrijven bijvoorbeeld waar om fiscale redenen, dus je hebt een groot multinationaal bedrijf en de verantwoordelijke human resources zit in Nieuw-Zeeland, terwijl de zetel in Londen is en alles gebeurt online. En dus die grotere mobiliteit van het kapitaal heeft zich nu verspreid tot de grote mobiliteit van humaan kapitaal. Dus wat de belasting op nationaal niveau steeds moeilijker maakt dan het verleden. Dus we kunnen, wanneer we die ongelijkheid zien, zeggen we, het is duidelijk dat we, zelfs een basisinkomen zoals in Zwitserland werd voorgesteld van 40% of 39% van bruto nationaal inkomen zouden kunnen invoeren. Wanneer je dat probeert te doen, als je humaan kapitaal dan wegvliegt en je die niet kan vastgrijpen, en zelf voor het kapitaal, dan zit je daar met een onbetaalbaar basisinkomen en waarop de mensen begonnen te rekenen en die kan je niet meer belasten. Dus dat betekent, maar we moeten dat doen. En hoe kunnen we dat doen? Dat is een van de redenen waarom ik zonder enige, eigenlijk 100% achter de Europese integratie zit. Zonder Europa kunnen we dat niet doen. Nu, Europa is ook tot nu toe, dus de Europese Unie, is ook tot nu toe iets geweest, zoals Friedrich Hayek dat wenste, iets dat het steeds moeilijker heeft gemaakt, ook voor de verschillende deelstaten om te belasten, omwille van de grotere competitie en de vier vrijheden van de ingemaakte markt. Maar tegelijkertijd, ook omwille van de wereldeconomie, is het alleen maar op zo'n hoger niveau dat we echt regels kunnen invoeren om het mogelijker te maken voor de deelstaten om te belasten. En we hebben ook
belastingen nodig op Europees niveau. En dat is absoluut essentieel als we niet alleen willen blijven dromen over grotere gelijkheid. En, ik was nog verleden week op een congres in Londen over, inequality en dus hoe gecoördineerd door de Nobelprijswinnaar Angus Deaton, waar economen samen zaten over de vraag, ja, hoe kan je daar echt iets aan doen? Hè? En niet alleen maar IACA, zoals we in Frans zeggen, het is alleen maar een kwestie van dit en dat te doen. En dan, wanneer je dat probeert, dan gaat het toch niet. Dan moet je slim zijn om dat te kunnen doen. En, dus ik ben helemaal akkoord. Hè? Maar we mogen daar niet naïef over zijn. En om daar iets aan te doen, hebben we wel een vorm van integratie. We kunnen dat alleen maar op Europees niveau organiseren. Dankjewel. Ja, als het goed is, staat alles op YouTube-filmpje. Kun je allemaal terugkijken. Ik stel voor dat we Philip bedanken met een hard applaus. En hij kreeg twee boekjes voor zijn uitgebreide verzameling.